Drie tips om energie te besparen. Op de toppen van ons kunnen en mens durft te leven. Welkom bij de 24e aflevering van Groene Verhalen. We leven hier samen, de aarde is ons thuis. De mensen die hier kwamen, die bouwden er hun huis. De planten, de bomen, de dieren en het gras. Wat zal de toekomst brengen? Ik wil weten hoe het was. Vertel me van je leven, vertel me je verhaal. Want groene verhalen zijn voor ons allemaal. De reacties komen weer op gang en het lijkt erop dat de lente ergens heel in de verte in zicht is. Ja, blijf vooral reageren op de inhoud van Groene Verhalen. Daar kunnen de volgende afleveringen alleen maar beter van worden. En vergeet ook niet om deze video te liken, te delen en bij anderen onder de aandacht te brengen. En heel wat abonnees hebben intussen hun abonnement op de nieuwsbrief verlengd. Het is hartverwarmend om te zien dat Groene Verhalen dus echt wordt gewaardeerd. Het is ook leuk om de reacties te lezen over de rondleiding die ik gaf in het huisje op het Friese platteland dat ik momenteel bewoon. En er bleven nog wat vragen over en daarom in deze aflevering een tweede bezoek. Met daarin ook enkele tips om energie te besparen. En we hebben de oproepen en er zijn veel gedichten ingezonden. En we hadden ook een interview voorbereid, maar dat liep mis doordat ik een paar dagen ziek was. We bewaren het voor de volgende keer. En daarom beginnen we deze keer met de oproepen. Vind gelijkgestemden in je eigen omgeving om iets te ondernemen. Van een eetclub tot een woongroep en van een boswandeling tot de aanleg van een voedselbos. Stuur oproepen in om mensen in je omgeving te vinden om samen de wereld wat mooier te maken. Willy Jacobs, abonnee van Groene Verhalen, is sinds kort actief als zapper, oftewel zwerfafvalpakker in zijn eigen woon- en leefomgeving in het Brabantse Bergijk. Hij maakt daarbij gebruik van een app op de telefoon waarbij je kunt bijhouden hoeveel kilometer je zwerfafval vrij hebt gemaakt. En je kunt ook zien hoe andere deelnemers het doen. Afval oprapen zonder app kan natuurlijk ook, maar meten is weten. Vorig jaar maakten de deelnemers gezamenlijk ruim 220.000 kilometer afval vrij. De app heet Helemaal Groen en hij is gratis te downloaden. Ecodorp Land van Eyne begon in 2012 als initiatiefgroep. 6 jaar later kregen ze akkoord en een ecodorpbestemming op een terrein in Ter Apel. Inmiddels wonen ze met 35 mensen op dit terrein. Zaterdag 25 maart geven ze een cursusdag voor ieder die wil leren van hun ervaringen, valkuilen, tips en tops. Al ruim een half jaar komt iedere maandag een groep mensen met elkaar voor de Russische handelsvertegenwoordiger aan het Museumplein 13 tot 15 in Amsterdam. Ze zien de oorlog tegen Oekraïne als een brute daad van agressie. De vele doden en gewonden, verwoeste gebouwen, mensen op de vlucht en schuilkelders vervullen ons met afschuw, zeggen ze. Deze oorlog moet onmiddellijk stoppen. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten. Van 1 tot en met 15 augustus gaan grote groepen vrijwilligers op pad om de hele Noordzeekust op te ruimen. Zwerfafval op stranden en in de zee is nog altijd een groot probleem. Hoewel de Noordzee de afgelopen jaren steeds schoner wordt, moet er nog veel gebeuren voor een echt schone zee. Je kunt je alvast aanmelden om mee te helpen. Van 24 tot en met 26 februari vindt het jaarlijkse festival 2DH5 plaats. Een ontmoeting voor de uitwisseling van de radicale ideeën, strategieën en praktijken door groepen aan de basis, collectieve projecten en directe actiecampagnes in Nederland en daarbuiten. Je kunt meedoen met honderden andere wereldversleutelaars om te leren en te ontleren, solidariteit te versterken en bij te dragen aan elkaars strijd. Op weg naar een nieuwe en betere wereld gebaseerd op vrijheid en solidariteit.
Voor Groene Verhalen zijn we op zoek naar muzikanten die eigen muziek maken die zou kunnen passen in Groene Verhalen. Ben je zo'n muzikant of ken je er een? Stuur eens een e-mail. Tot zover de oproepen. Je kunt ze nalezen op de website groeneverhalen.nl met contactgegevens en links. Meer oproepen lees je in de nieuwsbrief. En heb je zelf een oproep, stuur die dan in per e-mail naar info@groeneverhalen.nl. En dat waren de oproepen. En dan nu een uitstapje naar het Friese platteland voor een tweede bezoek aan het huisje dat ik daar bewoon. En ik heb een paar energietips. Vorige keer een rondleiding gegeven in mijn huisje hierachter. En ik dacht dat ik heel wat verteld had, maar nog niet alles. Want er kwamen nog wat vragen van mensen die een e-mailtje stuurden. Iemand vroeg, heb je ook een composttoilet? Ja, dat hoort er natuurlijk wel bij. Maar dat is er niet. Er is hier in de schuur, hier tegenover, een wc gemaakt. Het is hier ook een minicamping. Je kan hier in de zomer ook komen kamperen op de Zwetteblom. En dan zijn er zo een aantal voorzieningen, waaronder ook een wc. Ik wil ook nog wat dingen binnen gaan laten zien, want ik heb nog een paar energietips voor je. We gaan even kijken. Het gaat onder andere over dit roostertje wat hier naast de deur zit. Dat gaan we even van binnen bekijken. Ja, wat ik wilde vertellen is de koelkast die hier is. Er staat hier een koelkast zoals mensen die kennen, zoals een elektrische koelkast, maar die staat uit. En waarom staat die uit? Het is winter. En dan is het overal koud. Dan hoef je helemaal niet een elektrisch kastje te hebben om het koud te maken. En deze wagen heeft een ingebouwde natuurlijke koelkast. En dat is dit deurtje wat je hier ziet. En als ik dat open doe, dan is er, hier staan de dingen die koel moeten blijven. En daar helemaal wat ik net liet zien, dat roostertje wat buiten is, dat laat de buitenlucht toe in dit kastje. Er komt nou ook koude lucht, voel je ook naar buiten komen. Dus ik laat hem niet te lang openstaan, want het is koud genoeg daarbinnen. Nou, en met deze koelkast kunnen we gewoon eigenlijk het hele jaar rond, behalve de zomermaanden als het 30 graden buiten is, goed dan niet. Dan heb je misschien nog iets aan deze elektrische koelkast. Maar het grootste deel van het jaar kun je hier gewoon alles koel houden. En dat scheelt ontzettend veel energie. Het deurtje gaat weer dicht. De houtjes die ik net heb gehakt, die leg ik even op de kachel, dat ze nog extra kunnen drogen voordat ik de kachel er weer mee ga aanmaken. En het mooie van deze kachel is, hij geeft flink hitte af als die flink brandt. En er liggen grote stenen op. En die stenen, die worden flink verwarmd. En als de kachel dan uitgaat, als het klaar is, dan heb je nog heel lange warmte van die stenen. Dus je hoeft veel korter te stoken dan je warmte hebt en ook 's avonds laat. Dan kun je de kachel laten uitgaan. En dan heb je nog heel lang warmte van die stenen. Dat is ook een energiebesparingstip. Nou, en dan heb ik nog een derde tip. Die ga ik nu laten zien. Ja, en voor de volgende tip heb ik een pan nodig. En wat ik erover wil vertellen, dat is de hooikistmethode. Het is een oude manier. In de Tweede Wereldoorlog is die ook veel gebruikt, toen er grote energieschaarste was. En met de hooikistmethode kun je echt flink wat energie besparen. Ik ga het even in theorie laten zien. Met
onzichtbare rijst. Stel je wilt rijst koken en dat moet vaak lang koken, soms wel een uur, dus dat kost een hoop energie. Nou, de truc van de hooikistmethode is dat je het niet een uur kookt, maar je kookt het maar 1/3 van de kooktijd. Je kookt het maar 20 minuten. Dus je zet de pan op het vuur, je hebt de rijst in gedaan. Nou, ik heb een grote pan, dus ik doe voor 2 dagen tegelijk. En ik denk dat Alawieke ook mee eet vanavond. Dus ik doe 4 kopjes rijst erin. En dan 8 kopjes water. De pan op het vuur. Ik zet het kookplaatje aan. En ik wacht tot hij aan de kook is. Dan laat ik hem 20 minuten koken. Dan is hij nog niet klaar. En dan kan het uit. En dan, na die 20 minuten, gaat het erom dat je hem 3 uur, 3 maal de kooktijd, warm houdt. Dus 1/3 van de kooktijd ga je koken. 3 maal de kooktijd hou je hem daarna warm in een hooikist. Ja, en vroeger was een hooikist, dat was een kist gevuld met hooi. Of soms heb je ook wel eens met kussens erin. Of je hebt hele mooie exemplaren, hele mooie kisten. Maar als je geen kist hebt, je hebt toch een plek waar het heel goed geïsoleerd is. En dat is een bed. Dus je zet hem in bed. Flink goed toegedekt, dat hij lekker warm blijft. En dan is het een kwestie van 3 uur wachten en dan is het klaar. Het is een oude methode en ik bleek dat heel weinig mensen dat, of heel veel mensen dat niet meer weten. Maar het is een manier die heel goed werkt, want die tijden die komen ook niet zo nauw. Je kan ook rustig wat langer laten staan en dan wordt hij ook gaar. En hij blijft ook warm, vooral omdat het zo'n grote pan is en hij is heel goed ingepakt. Dus als je zegt, ja, ik ben de hele dag niet thuis, dan kan je ook 's morgens die 20 minuten voorkoken doen. Hem in bed zetten of in de hooikist zetten. Of je kan hem in een deken inpakken of kussens eromheen. Als die pan maar goed geïsoleerd en warm blijft. En dan, als je 's avonds thuis komt, dan is het klaar. En het mooie is ook dat je pannen niet aanbranden. Dus dat scheelt ook weer een hoop werk met de afwas. Dus ik zou zeggen, maak er gebruik van. Het scheelt je een hoop energie. En dat waren een paar energietips. De koelkast is trouwens geen uitvinding van mij. Hij werd gemaakt door de bouwer van de wagen. En de stenen op de kachel, die heeft Alawieke erop gelegd. En de werking van de hooikist, ja, dat leerde ik van mijn moeder. Heb je ook een tip? Laat het dan weten. Misschien kunnen we er wat mee in een volgende aflevering van Groene Verhalen. En dan nu de gedichten. We hebben er deze keer 6. Els de Groen draagt 2 gedichten voor. Vliegende koe en Op de toppen van ons kunnen. Van Ellen Kool is het gedicht Buitenleven. En Alawieke draagt haar gedicht voor met de titel Alsof ik er nooit was. En Greetje Salima stuurde 2 gedichten. Het eeuwige nu en Winterrust. Winterrust. Het kale, stille bos is in diepe winterrust, bereidt zich sluimerend voor op leven en op licht, droomt van opnieuw geboren worden na een ogenschijnlijke dood. Vroeger was de auto de heilige koe en nu hebben we heilige koeien die vliegen. Dit gedicht heet Vliegende Koeien. Gedenk het goede doel en boek de vluchten vol. Bezet iedere stoel, lang leven Schiphol. Reis de aarde rond en schaam jezelf niet langer. Vliegen is gezond, want een vleesvervanger. Hoe voller KLM, hoe leger boerenland. Biedt vee een requiem, de boer een convenant. Hij stopt en krijgt geld toe. Een subtiele list. De uitlaat van de koe wordt uitlaat van een kist. Buitenleven. Wakker worden door het geluid van de regen.
door alle dieren die beginnen te bewegen. Al veel eerder wakker door het zonlicht, waardoor ieder wezen zich opricht. En ook ik, door het licht opgewekt, ben ik snel uitgerekt om de frisse ochtendlucht op te snuiven, de konijnen te begroeten die wegstuiven en mijn koolmeesje eten te geven die zich al aan tafel heeft begeven. Buiten. Ik hoor de vogels fluiten, ik hoor de wind door de bomen waaien. Zie hun kronen heen en weer zwaaien. Voel al het leven om me heen. Hier ben ik niet alleen. Hier ben ik verbonden met het leven. Door levenslust gedreven. En ook ik kom daardoor tot leven. Bedaar mijn angsten en beven voor de wereld van de mensen. Die steeds meer voor zich wensen. Hier in het bos en in de duinen. Waar ik in loop te struinen, voel ik de levendigheid in mij stromen en de liefde voor al het leven weer opkomen. Een verlangen naar medescheppen, in plaats van steeds maar meer te willen hebben. Een verlangen, de schoonheid van moeder aarde, die dit prachtige leven baarde, vorm te geven in woord, beeld en handwerk. Waardoor ik zo een vrede in mijn merk, dat ik voel, zo is het leven bedoeld, als je de band met moeder aarde voelt, want zij wil niets liever dan geven. Van al haar rijkdom, pracht en liefdevolle leven, waarmee zij ons omringt en ons toezingt, om naar buiten te komen, om het leven weer in ons te laten stromen, en zo haar bestaan te eren. Haar liefdevol te beheren, in volledige gelijkwaardigheid, voor een leven in vreugde, schoonheid en vruchtbaarheid, tot in de eeuwigheid. De ene klimaattop volgt de andere op. En intussen stijgt het water, tot aan onze lippen. Dit gedicht heet Op de toppen van ons kunnen. Als daad overdaad wordt en vloed overvloed, als stromen overstromen tot taal ze niet meer bijhoudt, woorden ontoereikend zijn om alles nog te vatten, de wereld uit zijn klanken groeit als een kind uit kleren, nieuwe taal bedacht moet, tronkenbossen, thermokast, groenflatie, zero waste, zeebezem, priksafari, dan komen we samen op de toppen van ons kunnen en slaan we weer een nietje door onze belofte, daad bij woord te voegen, stromen te gedenken. Het eeuwige nu. Duizend sterren aan de hemel, vele dagen zijn geleefd, vele nachten zijn gedroomd, vele jaren zijn geteld. Toch is in deze stroom van tijd dit moment het enige dat geldt. Alsof ik er nooit was. De dag komt nader, de wereld verstomt. Mijn laatste voet trekt zich los uit de aarde. Excuseer mij nu. Het moet. En hoe is het dan als ik weg ben? De mezen hebben niks gehad. De zaadpot blijft nu leeg. De droge kikker mist het nat. Wacht op water wat hij kreeg. Mijn gieter voor zijn bad. Braam zal woekeren in de perken. Alles wordt als voor mijn komst, als voor mijn hele harde werken. En overal komt gras, alsof ik er nooit was. Niemand weet wanneer het zaad van dode bloemen ontkiemt op het moment dat honderden bijen weer zoemen.
Er is zaad en hoop op meer. Hulp van een groene mensenhand. Ooit komt er weer een paradijs tot stand. En dat waren de gedichten. We blijven uitkijken naar meer gedichten. Dus stuur je zelfgeschreven gedichten vooral in. We kijken ernaar uit. De wereld om ons heen biedt elke dag inspiratie. Ja, in volgende afleveringen willen we meer aandacht schenken aan het thema voedsel. In de nieuwsbrief van februari staat daarvoor een oproep onder de titel Waar het eten vandaan komt. Dus ben je abonnee? Kijk daar dan even naar. En zo naderen we het einde van aflevering 24. Blijf nog even kijken, want er komt nog een lied. Tot ziens bij Groene Verhalen. Als je duurzaam probeert te leven, dan krijg je wel eens commentaar van mensen die vinden dat doen niet zo moeilijk. En waarom zit je altijd zo te zeuren? En een goed advies is dan, trek je er niks van aan en doe gewoon wat denk dat goed is. En dat was 100 jaar geleden eigenlijk al precies hetzelfde. En Dirk Witte heeft daar een lied over geschreven in 1917. En dat heet Mens durft te leven. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Denk niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat de buurman weer vindt? En dat heeft het fatsoen voor je geschreven. Mens durft te leven. De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen o foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst, ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je houden en kerk. En wat je aan de armen moet geven, mens is dat leven. De mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. En die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je het anders zou doen. Alsof je iets ergs hebt misdreven. Mens is dat leven. Het leven is heerlijk, het leven is mooi. Een vlieg op in de lucht, kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars, wat een ander van vindt. Je hart vol met warmte, met liefde in je borst. Maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je wilt kan geen ander je geven. Mens durft te leven.